Zo, bij deze zijn we alweer aan het vierde en voorlopig ook laatste deel over diafragma aangekomen, diafragma in detail. We hebben daarbij in de eerste delen hebben we de lens op zich besproken. We hebben gekeken hoe je op een lens het diafragma kunt gaan aanpassen met de diafragmaring. We hebben ook gezien in het deel dat daarop volgde hoe je dan door je lens te koppelen aan een camera via de instelling op de camera uw diafragma kunt gaan instellen. In dit geval is dat met een wel het belang getoond van het diafragma op de kleinste opening te zetten. En dan kan dat ingesteld worden met in dit geval een instelwieltje. Hier vooraan. Achteraan is ook een instelwiel op dit toestel. Dan in de derde video hebben we de getallenreeks besproken. Dus op zich wat een diafragma getal, wat dat juist, hoe dat tot stand komt, wat dat juist inhoudt. En dan ook hoe we tot deze getallenreeks komen. Daarbij hebben we een geheugensteuntje uitgelegd. En dat geheugensteuntje hangt als volgt. Als je 1 en 1.4 kunt onthouden, dan is het een kwestie van de 1 te verdubbelen. Zijnde de reeks 1, 2, 4, 8, 16. En daartussenin de waarde 1.4 te gaan verdubbelen. Waar je weliswaar met afgekorte waarden werkt, maar dan krijg je 1.4, 2.8, 5.6, 11 en uiteindelijk 22. Dus door die twee reeksen binnen in elkaar te voegen, krijg je dan de reeks zijnde 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, die op zo goed als elke lens met een diafragmaring terug te vinden is. Om de eenvoudige reden dat volledig gestopt zijn. We hebben ook getoond dat op een camera vaak gewerkt kan worden met tussenliggende waarden nog, met in derde stopt bijvoorbeeld. En nu in de vierde en laatste, voorlopig laatste video, zou ik graag meer vertellen over het effect van diafragma op uw beeldvorming. Dus aan de ene kant spreekt voor zich als we een vaste tijd hebben en we werken met een opening die zo groot is, dat er voor die vaste tijd, laat ons zeggen een seconde, veel meer licht op ons beeld komt dan als we met een kleine opening werken, zoals bijvoorbeeld diafragma 22, dat klein gaatje dat dan nog overblijft. Ik kan dat ook op dit fototoestel waarmee ik nu aan het filmen ben, kan ik dat gemakkelijk laten zien. Ik heb het hier nu manueel staan. We zitten nu met een sluitertijd van een 50ste van een seconde en een diafragma van opening 8. Verder is er een ISO-waarde van 400 geselecteerd. Nu, ik ga de andere waarden ga ik laten staan, waardoor hij dan het effect van het wijzigen van het diafragmagetal, hier zijn de 8, op uw beeld zult kunnen zien. Dus dan ga ik naar diafragmagetal 5.6 bijvoorbeeld. Dat zijn 3 stops geweest, 3 1 derde van een stops beter. Dus ook hier op deze camera wordt er een aanduiding van een derde van een stops gegeven. We zijn nu naar 5.6 gegaan. Ik kan nog verder gaan naar de volgende waarde zijn de 4. Die krijg je nu te zien. En dan zie je dat gaandeweg het beeld altijd maar bleker en bleker wordt. Dus dat er meer en meer licht binnenkomt. Omdat we de andere parameters gelijk laten. We zien nu dat we al 2 stops gewonnen hebben. En dan kun je nog naar opening 2.8 gaan bijvoorbeeld. En dan zie je dat alles zo goed als wit wordt. Ik kan nu in dit geval niet veel verder gaan. Omdat mijn lens een maximale opening heeft van 2.8. Nu als we teruggaan naar opening 8. Wat eigenlijk de technisch correcte belichting was, deze. Dan kunnen we ook in de andere richting ons diafragma gaan wijzigen. Dan gaan we bijvoorbeeld naar opening 11. En dan zie je het beeld donkerder worden naar opening 16. Of naar opening 22. Dan zijn we al 3 stops verder en dan zie je dat het beeld heel donker is. Nu voor het gemak terug naar opening 8. Dus voor een beter beeld. Dit is eigenlijk een correcte belichting. Dus dat is het belang of het effect van het diafragma op uw belichting. Maar daarnaast is er ook een ander effect dat een bepaald diafragma heeft. Dus je kan aan de ene kant een diafragma kiezen om een goede belichting te bekomen. En dat zou je ook moeten doen uiteraard. Maar je kan ook het diafragma gebruiken, een kleine of grote waarde, om een bepaalde scherptediepte te gaan bekomen. En als we het hebben over scherptediepte,
Scherpte, de diepte is eigenlijk, dat kan ik hier aan de hand, laat ons even dit fototoestel aan de kant zetten. Als deze lens nu ons onderwerp is, dan is scherpte, dus laat ons, nee, kijk, ik zal dit als onderwerp gebruiken, dit is ons onderwerp. Hier maken we de foto, dus laat ons de volledige camera even ter hand nemen om het te verduidelijken. We maken van hier de foto van dit onderwerp. Als je, en scherptediepte is eigenlijk, als je hierop focust op de K van Nikon, dan is scherptediepte het veld wat je te zien krijgt, wat nog scherp is. Dus scherptediepte bereikt, dat wil zeggen, alles hiervoor en hierachter, je staat wel scherp op Nikon, maar als je een groot scherptediepte bereik hebt, dan zijn ook veel dingen hierachter en een aantal zaken hiervoor scherp. Als je een heel klein scherptediepteveld hebt, en ik leg dit nu zo bijvoorbeeld, en we stellen scherp op die K, en in extreme ga je zien dat dan enkel die K scherp is, en die N en die I en de O en de N ervoor en daarna al onscherp zijn. Dus daarvan spreken we van een minimaal scherptediepteveld. En dat bekom je aan de ene kant door een bepaalde brandpuntsafstand te gebruiken, maar aan de andere kant ook door het diafragma op uw lens zo ver mogelijk open te zetten. Dus in dit geval, dat was een 50 mm lens opening 1.8, als we hier opening 1.8 kiezen, dan hebben we de kleinste scherptediepte mogelijk met deze lens. Door naar een telelens te gaan, bijvoorbeeld de 85 mm die ik in een eerder filmpje heb laten zien, dat wordt voor die 1.8, voor die maximale opening, wordt dat scherptediepteveld nog kleiner. Het is zo dat een telelens altijd ook een kleiner scherptediepteveld heeft voor een bepaald diafragma dan een groothoeklens. Als we bijvoorbeeld voor die 1.8 meer scherptediepte bereiken hadden gewild, dan zouden we kunnen naar een groothoeklens gaan, de 35 mm, de 28 mm en dergelijke. Dan ga je zien dat voor datzelfde diafragma taal we een veel dieper of een groter bereik hebben van scherptediepte. Door nu met je lens naar achter of naar voor te bewegen, dus hoe dichter je bij je onderwerp komt, hoe kleiner dat scherptediepteveld ook wordt. Als je verder weg gaat van je onderwerp, dan zal dat scherptediepteveld ook weer opnieuw groter worden. Dus dat is alweer een nieuwe parameter. Aan de ene kant hebben we dus ons diafragma, onze brandpuntsafstand en de afstand ten opzichte van het onderwerp. Dus dat zijn de voornaamste parameters die scherptediepteveld het bereik daarvan bepalen op een lens. Ik had eerder ook al aangegeven dat als je met een heel klein scherptediepte-bereik werkt, dat alles wat op de achtergrond en heel ver vooraan, maar vooral op de achtergrond ligt, onscherp wordt. En door de manier waarop die onscherpte ontstaat, er zijn verschillende soorten onscherpte, dat noemen we bokeh. De manier waarop dat zich dat tekent is heel specifiek voor elke lens en heeft alles te maken met de vorm van de diafragmabladen en andere parameters, een technisch ontwerp van de lens. En dan ga je ook zien dat bij heel dure lenzen bijvoorbeeld die diafragmabladen zo gevormd zijn dat eigenlijk bij gelijk welk diafragma dat je kiest de opening zo goed als rond blijft. Terwijl hier, het is een goedkope lens, dan zag je al heel snel als we op opening 1.8 maximale opening zaten, zitten we wel met een heel mooi rond diafragma of rond de opening. Maar als we gaan naar opening 16 bijvoorbeeld, of laat ons opening 11, nee, 8 zelf, 8 nemen, dan zie je heel duidelijk dat dat een veelhoek geworden is. Dus dat betekent ook dat de onscherpte, als je bepaalde lichtpunten hebt in de achtergrond, dan zal die veelhoek te zien zijn en die onscherpte, dat zal die onscherpte een bepaald karakter geven. Verder over het scherpstelpunt en de scherptediepte kan ik ook nog vertellen dat het punt waarop je focust, dus als je meer dan echt een haarspeld scherptediepte bereikt hebt, dat ons zeggen wordt gemaakt dat we 10 centimeter scherptediepte hebben, dan is die scherptediepte voor en na dat scherpstelpunt niet gelijk verdeeld. Het is zodat 1/3, dus als dit ons scherptediepteveld is, dan zit 1/3 van ons scherptediepteveld voor ons onderwerp, hier de K. Dus het onderwerp is, daarmee bedoel ik waarop er scherp gesteld wordt. Hè. En dan zit 2/3 van dat scherptediepte-bereik na het onderwerp. Dus je hebt, na je scherpstelpunt heb je meer scherptediepte dan voor.
Als je nu echt met een onderwerp zit waarbij dat je heel graag weet exact hoeveel centimeter, hoeveel meter dat er echt scherp of onscherp zouden zijn, dan bestaan er apps om die berekeningen te maken waarbij dat je dan je brandpuntsafstand, je gekozen diafragmagetal en uiteraard ook je afstand ten opzichte van je onderwerp ingeeft en waar dat dan via berekeningen wordt aangeduid hoeveel scherpte diepte je zal hebben voor en na je onderwerp. Nu, ik had ook al aangegeven dat een grootdoek en een scherp een grootdoek en een T-lens daar een verschil in zit. Om het belang ook van die afstand ten opzichte van uw onderwerp duidelijk te maken. Dus het belang van die afstand voor u, of de invloed daarvan op uw scherpte diepte. Dat kan ik heel gemakkelijk uitleggen aan de hand van een macrolens. Als je een macrolens hebt, een macrolens is typisch gemaakt om heel dicht op uw onderwerp een foto te gaan maken. Dus die kan heel dichtbij focussen. En dan spreken we echt over centimeter, dus dat je echt heel dicht bij je lens werkt, waardoor dat een heel groot beeldvullend vermogen heeft, een vergroting van 1 op 1 of meer zelf. En dan zie je ook dat dat type lenzen heel heel weinig scherpe diepte hebben. Ik zal nu een poging doen met, ik denk met 2,8, dat ik niet zo heel veel kan laten zien, maar ik zal het proberen laten zien met deze camera. Dan moet ik even mijn belichting gaan aanpassen. Laat ons zeggen dat we dus op 2,8 zitten, wat de maximale opening van die lens is. Ik moet de sluitertijd daarvoor verder opkrikken naar een 400ste van een seconde bijvoorbeeld. En dan zie je hier nu al een klein beetje het effect van die onscherpte. Dus hier in dit geval zie je dat de scherpte op de flitsschoen te zien is, terwijl de lensdop die achteraan ligt al niet meer scherp is. Nu, als ik een poging doe om dichterbij te komen, dan kunnen we misschien dat effect nog vergroten ook. Dan moet ik even de camera loskoppelen. Nu zie je dat er wel scherp gesteld wordt op opnieuw de flitsschoen, maar dan alles wat achteraan en zelfs zaken die vooraan zich bevinden, zijn al niet meer scherp. Ik kan proberen nog een klein beetje dichter te gaan, maar ik denk dat ik voor deze lens mijn maximum bereikt heb. Ja, als ik hier focus op dat schoentje, je ziet dat ik al niet meer kan focussen op de flitsschoen. Zo, dus dan zie je hier nu perfect wat ik bedoelde met onscherpte. Ik denk niet dat het met deze lens veel zin heeft om echt op Nikon te gaan scherpstellen. Ja, kijk, we zien nu dat onze scherptediepte achteraan ingesteld is. Ja, die heeft zich al gecorrigeerd. Dus we zien nu dat de scherptediepte op de lensdop zit achteraan, terwijl dat de body die zich vooraan in beeld bevindt nu onscherp geworden is. En als ik nu terug naar de body ga, dan zie je de focus veranderen en is terug de lensdop die onscherp is. Dus dit is echt wat we bedoelen met onscherpte en scherpte, scherptediepte in beeld. Zo, bedankt voor jullie aandacht en voorlopig denk ik dat we nu wel genoeg verteld hebben over diafragma. Dus wordt het tijd dat we eens een aantal andere zaken gaan bespreken. Tot binnenkort.